Seks met een bias babe. Het is het nieuwste project van Martin Kok. 12 jaar geleden was hij al eens een keer in het nieuws. Toen bleek dat de tweevoudig moordenaar vanuit zijn cel een escortbureau runde. En inmiddels is hij vrij en bestiert hij een datingsite. Speciaal voor mannen die op zoek zijn naar een stoute vrouw. En gevangen vrouwen die zin hebben in een verzetje. Een profiel kunnen ze aanmaken. En dan kennen ze gewoon, die mannen vangen ook in de gevangenis ontvangen. We hebben een speciale bias babes constructie gemaakt. Dan kunnen die meisjes voor die categorie op adverteren. Dus als een dame advertentie maakt, kennen ook mannen naar de gevangenis toe op zoek. Alle gegevens staan erin. Hoe je moet bellen, hoe je er moet komen, de kosten weg, alles. Je komt gewoon nog een navigatiedrukje in, of je bebelt, of de bezoektijden. Je gaat erheen. Het is kat en bakkie. Seks hebben in de gevangenis is lastig, maar niet onmogelijk, want bezoek zonder toezicht bestaat. Justitie laat in een reactie weten dat prostitutie binnen de muren echt niet door de beugel kan. Daten is allemaal prima, maar we werken niet mee aan seks tegen betaling, zegt een woordvoerder.